De vliegende penis, waar is die? Ah, vondst nummer 69. We kijken hier naar een middeleeuwse insigne met een voorstelling die tot de verbeelding spreekt. Het is een penis op pootjes met vleugels. Archeologen vonden de rariteit tijdens een opgraving deze zomer in de Alkmaarse Boterstraat. Met metaaldetectoren spoorden ze er tientallen voorwerpen op. Maar het gevleugelde penisspeldje van nog geen 2 centimeter groot roept de meeste vragen op. Je hebt insignes die gebruikt worden als je op bedevaart bent geweest. Dus nou ja, hier was ik. Nu zetten we alles op Insta en vroeger spelde je het dan op. Nou ja, dit hoort niet in die klasse. Maar je moet het meer zien als een soort middeleeuws bijgeloof. Dat als je een dergelijke obscene afbeelding opspelt, dat de demonen daardoor afgeleid raken van jou. En zich focussen zeg maar, op de obscene voorstelling. Dus het is een beetje een soort bescherming. Niet eerder werd er in Alkmaar zo'n voorwerp gevonden. En dat maakt de penis uniek. Al blijkt die eeuwen geleden wel meer soortgenoten te hebben gehad. Als je het boek een beetje zo doorbladert, dan zie je eigenlijk enorme diversiteit aan schunnigheden die zeker wel een glimlach aan de mens moet hebben ontlokt. De penis aan het spit met de vulva als vetvanger eronder. Dat wordt echt gevonden. Het geeft je wel een kijkje in de middeleeuwse belevingswereld van mensen. De opgraving in de Alkmaarse binnenstad blijkt een groot succes. Naast de penis werd er nog een zeer zeldzame tegel gevonden. In Noord-Holland zijn er maar 2 en die lag bij ons in de opgraving. Maar ook honderden scherven van aardewerk en nog meer voorwerpen van metaal. Er is echt heel veel naar boven gekomen en het is voor Alkmaar echt fenomenaal dit. En we proberen nu ook te achterhalen waarom al deze vondsten nu juist op deze plek liggen. Maar voor ons is eigenlijk het hele complex bij elkaar een topvondst. Omdat zoveel metaal in 1 opgraving is voor ons wel echt een sensatie.